Een dikke rij bezoekers stroomt zaterdagochtend vroeg de nieuwe bibliotheek in Almere binnen. Niet om boeken te lenen, maar voor een speciale Harry Potter dag. Het is precies 20 jaar geleden dat de Nederlandse editie van de boeken over de tovenaarsleerling in de winkel verscheen. En het mogen duidelijk zijn, die boeken en de verfilmingen ervan hebben hun aantrekkingskracht nog niet verloren. Zodra je gewoon begint aan het boeken, je bent eventjes weg. Je kan even je eigen problemen of school of vergeten en je helemaal verdiepen in een wereld die volgens mensen werkelijk is. Ik vind het een mooi verhaal en ook spannend. En toen je dacht, hier gebeuren allerlei tovenaarsdingen, daar wil ik wel heel graag bij zijn. Ja. Bent u een verstokte Harry Potter fan? Nee, eigenlijk niet. Waarom bent u hier dan? Nou, omdat ik hier toevallig aan het winkelen ben. Ik kom ook niet uit Almere. En we zagen dat staan op een bord bij de ingang van het centrum, dat dit een bibliotheek was. En mijn dochter die is wel een Harry Potter fan. Dus toen zei ik van nou, zullen hier toch zijn, laten we even langs lopen. En wat vindt u er tot nu toe van? Ja, ik kijk me hoog uit. Bezoekers van jong tot oud komen langs om zich even helemaal in de tovenaarswereld onder te dompelen. Van een college over magische wezens. Driekoppige slang, dames en heren. Tot op de foto met decorstukken. Of met je favoriete karakters. Voor iedereen is er wat wils. Maar dat er zoveel mensen zijn, dat verbaast de organisator wel. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat het zo druk zou worden, maar aan de reacties en de mensen te zien is het een groot feest. Had u het idee van tevoren al dat het zo enorm zou aanslaan, want de boeken zijn al wel 20 jaar oud? Ja, het idee begon heel klein en dat is door hulp van collega's is het echt heel intens groot geworden. En ik had wel het vermoeden dat het nog zo populair zou zijn, vooral onder de doelgroep van mijn leeftijd van 20 jaar geleden. Maar het is ook nog ontzettend populair onder de jongere kinderen. En daar was ik wel verbaasd over. Dit is misschien toch wel de jongste Harry Potter fan vandaag op deze dag. Ja, dat zou zomaar eens kunnen, ja. Ik heb nog geen jongeren gezien volgens mij. Nee. Wat maakt Harry Potter nou zo bijzonder voor jullie? Wat trekt het nou? Ja, toch wel denk ik de magische wereld, maar ook gewoon het verhaal eromheen van het nu en dan toch weer die wereld van toen, ja. Op zo'n dag als vandaag kan je toch het gevoel een beetje vasthouden. Oh, nog steeds als we de boeken lezen hoor. Ik lees ze nog steeds geregeld. Dus. Nee, wij blijven dat gewoon lekker doen. Ja. En zij uiteindelijk ook, hopelijk.